mensen. Kijk even in de vlog. Joe! Oké, zwaaien. Hallo. Goedemorgen, lieve mensen. Het is vandaag vrijdag. Ik ga even beginnen met een lekkere jump workout. Oh, trouwens, ik zeg beginnen, maar dat is niet helemaal waar. Want ik kom net van beneden en we hebben al ontbeten. En het is ook nog eens super laat. Ik heb heel lang wakker gelegen vannacht. Voor de verandering. Zo. Even een rondje wat we allemaal aan het doen zijn. Bart is aan het werk. Aan de tafel. Hij let ondertussen ook een beetje op Jax en ik ook nog, want ik ben nog niet naar boven. Ik ga even een kopje thee zetten voor Jola. Die is hard bezig. Heel zelfstandig vind ik er. Super trots op haar. Ze vindt het heerlijk om vooruit te werken, want dan mag ze als beloning vanmiddag weer even de game, televisie kijken, dat soort dingen. Zo, even fruit en thee naar Jola brengen. Hey! Alsjeblieft, schat. Omdat je geen tienerpauze hebt vandaag. Oké, en dan ben ik nu zelf even op kantoor. Dan ga ik heel even de bestanden van de camera afhalen. Zodat ik mijn vlog vanmiddag kan editen. Elke dag eten. Ik moet zeggen dat het best wel went eigenlijk. Ik had het eigenlijk zwaarder verwacht. En dan ga ik even kantoor een beetje opruimen. En dan om 12 uur gaan we alweer eten beneden met z'n... Goed zo, joh. Even bewegen in de pauze. Dan leer je beter, wist je dat? Ja? De laatste keer dat ik kleding heb gekocht is eind januari, een heel klein beetje. Bij Stradivarius had ik iets gekocht. Dus, en daarvoor had ik ook een maand niks gekocht. Want toen begon ik eigenlijk voor het eerst met een maand challenge dat ik niks zou kopen. En nu heb ik eind maart dus, nee, het is alweer april. Dus ik heb alweer 2 maanden niks gekocht. Nu heb ik even wat setjes die ik ga laten zien aan jullie. Deze is van Come Get Fashion. En ik dacht, dit is echt iets voor nu. Want het is een joggingpak, pyjama-achtig stijl. Maar je hebt toch niet het gevoel dat je in je pyjama loopt. Het is een beetje een mix. En I love de kleur. Deze setjes die ik ga laten zien, die kun je vinden in het linkje hieronder. En die heb ik gekregen van Come Get Fashion. En dan, de volgende is deze top. Wat ik echt super leuk vind is dit. Niet altijd even handig, maar... soms wel heel erg leuk. Ik heb hem gecombineerd met mijn eigen broek. Mom jeans van de H&M. En mijn schoenen van de H&M. Dan vond ik het wel weer eens een keer tijd voor een nieuw shirtje. En deze vond ik echt heel leuk. Bart vindt mij altijd een beetje te oud hiervoor. Maar ik vind het gewoon lekker stoer. Ik weet niet. Ik rock het gewoon. Ja. Ja, het is nog even wennen zoiets. Omdat het wat groter is. En ik dat eigenlijk niet zo vaak draag. Maar ik zie het zo vaak bij anderen dat ik het zo leuk vind. Nou, deze moet nog even een beetje uithangen. Want hij komt natuurlijk uit een pakketje. Dus er zitten een beetje kreukeltjes in. Maar ik vind deze echt lekker om hem wat groter een keer te hebben. Oké, en in the end een badpak. Ja hoor, we doen het gewoon. En een lekker panterpakkie. Dat is toch heerlijk. Nou ja, goed. Flant dit. Ja toch? Ik weet alleen niet echt of hij deze zomer verder gaat komen dan de tuin. Maar goh, voor in de tuin is hij ook best leuk. Joe. Hey, ik had de laatste dagen dus wat berichtjes gekregen die mij aan het denken hebben gezet. Er zijn de laatste tijd natuurlijk, door alles wat er gaande is, heel veel mensen die ineens
via videobellen, videopresentaties, noem maar op, in contact moeten komen met ofwel hun klanten of hun werk, opdrachtgevers, noem het maar op. In ieder geval is het heel erg prettig om jezelf op dit moment een beetje te ontwikkelen in het presenteren van jezelf in video. Nou, dit is nou net iets wat ik echt onwijs leuk vind. Dus ik dacht, waarom ga ik mensen daar niet mee helpen? Maar ik dacht, laat ik ook gewoon een leuke online workshop organiseren waarbij ik dit met nog meer mensen ga delen. Dus geef je even op in de post die ik net heb gedaan als je hier interesse in hebt. Ik laat ook een aantal mensen gratis toe, omdat het voor mij ook nog een beetje aftasten is hoe ik dit allemaal wil gaan doen. Moet ik het vrij laagdrempelig houden? En ja, dan kan ik mezelf daar ook in gaan ontwikkelen. Dus ik hoop dat jullie het leuk vinden om hierbij met mij in contact te komen over ditgene. Dit kan zijn voor persoonlijke dingen. Het kan zijn bijvoorbeeld voor vlogs. Maar het kan ook zijn voor je werk, voor je bedrijf die je hebt. Als communicatie naar je klanten toe. Je kunt ze misschien geruststellen. Je kunt misschien leuke andere plannen voor ze bedenken. Gebruik deze komende maanden echt voor het ontwikkelen van jezelf in videopresentatie. Dit is heel erg goed voor je persoonlijke ontwikkeling, voor je bedrijf eventueel of voor je baan. Yes, contact me. Wat rij is die? Maar ik ben weer omhoog. Het is helemaal te kwijlen. Ja, ik ga allemaal. No. No. Hoe was het ook weer? Flikker grillen, tataraf, joh. Ik wilde even een lampje erbij zetten. Hij valt steeds. Oh, wacht. Als ik hem nou hier op zet. Beter. Als het blijft zitten. Nou, mooi. Ik ga dus live nu op Instagram met Charlotte Roeboer. Kijk, even in de vlog. Joe! Oké, zwaaien. Zal ik even... Ja, een link kan niet, hè? Nee, een link kan niet. Nee, dat gaat allemaal veel te ingewikkeld worden. Nee, maar ik zet hem gewoon in mijn verhaal hier, oh, en dan kunnen jullie hem gewoon terugkijken. Oké? Okay? Ja, dat zeg ik net. Ja. Oké, okay, nog één vraag. Eentje. Jij mag één vraag uitkiezen en ik één. Ja? Oké, hebben jullie een fobie voor iets? Ja, een fobie is gewoon echt... Ja, dat moet je nu niet meer doen, want nu heb je ze op een idee gebracht. Ik ben wel echt van de echt hele kleine ruimtes, haat ik. En ik heb echt serieuze last van chips etende mannen naast je in bed. Dus dat. Nee, maar sowieso smakgeluiden. Are you kidding me? Ik trek het niet. Ja. Nou ja, we weten nu even helemaal niks. Ja, we gaan hem afronden. Iedereen super bedankt voor het kijken en alle vragen. Heel erg lief. Ik heb net al gezien toen ik deze beëindigde dat we echt huge veel kijkers hebben gehad. Ik had dat niet verwacht. Ja. Oké. En van het jasje plaats ik nog wel even een linkje. Oké. Doei allemaal. Doei. Oké, snel naar Jola. Chill avondje. La 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 la